Dit is NV Nederland. Een programma waarin we kennis laten maken met economische regio's in Nederland met potentie. In deze uitzending van de NV Nederland nemen we het vestingsklimaat van de regio Bergen op Zoom onder de loep. Hoe reageren bouwbedrijven die de gevolgen van de laagconjunctuur sterk voelen op vraag en aanbod? Daarnaast bezoeken we innovatieve spelers in logistiek en bekijken we samen met Wim Bens, voorzitter van kenniscentrum Dynalog, welke toekomst is weggelegd voor Nederland als logistieke hotspot op internationaal niveau. Waar liggen de kansen? U ziet het in deze aflevering van NV Nederland. Het is geen geheim dat de bouwsector op Europees niveau flinke klappen heeft gehad. De cijfers in Nederland zijn er geen uitzondering op. 2009 was een jaar van achteruitgang en 2010 zal hier geen uitzondering op zijn. De overheid probeert met anticonjuncturele maatregelen de bouwsector aan het werk te houden en economische groei te stimuleren. Een van deze maatregelen is de verlenging van de snelweg A4. Die moet zorgen voor een soepele verbinding tussen de mainports van Antwerpen en Rotterdam. Tevens is het de bedoeling dat de nieuwe snelweg een impuls zal geven aan de regionale economie. Een van de interessante projecten waar we nu staan is Markizaten de Wal. Wij zijn met deze bouw begonnen midden in de economische crisis. En juist met als doel om ook mensen in de bouw aan het werk te houden, betekent dat wij juist in de economische crisis meer zijn gaan investeren. Om vooral regionale goede bouwbedrijven aan het werk te houden. De belangrijkste kenmerken van deze regio is, als je praat over wonen en leven, dat je eigenlijk hier alles hebt. Je hebt hier om prettig te leven bos, om uit te gaan, een stad. Je hebt water om te recreëren. Je hebt werkgelegenheid om je brood mee te verdienen en je hebt een redelijke mate van scholing. De verlenging van de A4 betekent vooral een betere bereikbaarheid tussen Antwerpen en Rotterdam. De regio is zo aantrekkelijk dat toch een uitstapje, dan wel een vestiging hier, door de A4 vergemakkelijkt wordt. Een van de belangrijkste voorzieningen die we heel recent hebben gebouwd is een verpleeghuis midden in Bergen op Zoom voor 227 mensen. Dat hebben we in innige samenwerking met Bergbouw in een jaar uit de grond gestampt. De combinatie Bergbouw, Zoom en Vest bezit enkele interessante posities langs de nieuwe A4. Bergbouw is gespecialiseerd in utiliteitsbouw, industrie, renovatie en onderhoud. Zoominvest is een projectontwikkelingsbedrijf en daarmee maken wij voornamelijk bedrijfsgebouwen, bedrijvencentra en dat ook weer van groot tot klein. Het werkgebied is met name toch geconcentreerd wel in West-Brabant. Laatst pas opgeleverd het residentie Momont, dat is een groot verpleeghuis voor 230 cliënten met een oppervlakte van 16.000 vierkante meter. We hebben een businesscenter Moumont gerealiseerd op het oude veilingterrein in Bergen-Zoom. En daarachter zitten een 90-tal opslagfaciliteiten in de vorm van hele grote garages. Eenzelfde concept in Roosendaal, dat wordt gerealiseerd straks op Borgwerf 2. En we zijn daar onlangs met de verkoop gestart. We verwachten daar veel van en dat het een goede invulling is voor het midden- en kleinbedrijf, maar ook voor particulieren die opslagruimte zoeken in Roosendaal. Nieuwe vestigers zijn welkom in een grote hoeveelheid aan dienstverleners in de regio. Kernactiviteiten van Schipper Accountants bestaan uit de dienstverlening op het gebied van accountancy. Dat betekent het samenstellen van jaarrekeningen, het voeren van administraties, het uitoefenen van accountscontrole. Daarnaast adviseert Schipper op fiscaal gebied, op arbeidsrechtelijk gebied en op sociaal verzekeringsgebied. We willen weten wat er speelt in de regio. Daarom vinden we het heel belangrijk dat we in die regio zitten. We hebben er ook bewust voor gekozen om onze organisatie zo te bouwen dat we met 8 kantoren de hele regio kunnen bestrijken. Het vestigingsklimaat is volgens ons uitermate geschikt. Als je kijkt naar de infrastructuur, is die prima hier in de regio. In een kwartier zit je in de haven van Antwerpen, in een half uurtje zit je in de haven van Rotterdam. Dus voor ondernemers liggen hier kansen te over om zich te vestigen. Wij willen heel graag in contact komen met de kleinere Belgische ondernemer
die Nederland als een groeimarkt ziet, die echt kansen ziet op de Nederlandse markt, maar het niet aandurft om die stap te zetten. Infrastructurele voorzieningen vormen de spil van nieuwe gebiedsontwikkelingen, zowel regionaal als nationaal. Vanwege is echt een uitvoerend bedrijf, een productiebedrijf. Aanleggen van wegen, fietspaden, terreinverhardingen, parkeerterreinen, rotondes, kruisingen. Dat is eigenlijk een beetje de core business. We zijn heel erg veel bezig met innovatie. In Dongen hebben we het Souterrain gemaakt. En het Souterrain, dat is een oplossing voor een groot waterbergingsprobleem. Er moest wel waterberging plaatsvinden. En wat wij toen hebben gedaan, is de waterberging onder de straat gemaakt. Alle werkmaatschappijen die zijn met producten bezig die een goed duurzaam alternatief kunnen zijn. We zijn nu in Zeebrugge bezig met een project en wellicht gaan we ook nog iets doen in Antwerpen. Daar kan ik nog niet zoveel over zeggen, maar dat zit wel in de pijplijn. En we hebben zelf in België ook 13 bedrijven, althans BAM heeft 13 bedrijven daar, van bouw en ontwikkeling tot infrastructuur. Meer asfalt is slechts een deel van de oplossing voor de huidige verkeersproblematiek. De toekomst zit in multimodaal transport. De Stichting MCA is in het leven geroepen om invulling te geven aan de bevordering van multimodaal transport. En om nou het transport in en door Brabant op een goede manier te geleiden en niet alles over de weg te hebben, gebruiken we de capaciteit die er gewoon ligt op de kanalen. Dus in feite coördineren we al die activiteiten en al die projecten en plannen die te maken hebben met de bevordering van multimodaal vervoer. Wij hebben op dit moment een aantal projecten in ontwikkeling. Dat is de nieuwe aanleg van het kanaal rond Den Bosch. Een majeure oefening waar ook binnen dat traject bruggen en sluizen nodig zijn. Maar als het gaat om grote projecten, dan is Zuid-Willemsvaart het grootste project, meteen gevolgd door Wilhelmina-kanaal. Wij hebben, zoals gezegd, een goed contact met ook de andere terminals, inclusief uiteraard de havens en de terminals die in Rotterdam aanwezig zijn. Dat zijn er meerdere, zoals u weet. Dat zijn er zo'n vijf grote jongens die daar de behandeling doen. Daarnaast hebben we natuurlijk Moerdijk. En Moerdijk verkeert in een unieke functie. Dat Moerdijk enerzijds een goede open wateraansluiting heeft. Dus eigenlijk beschouwd kan worden als zeeterminal. En tegelijkertijd het achterland kan bedienen in haar directe omgeving. Daarnaast hebben wij inmiddels een goede samenwerking kunnen bewerkstelligen tussen een aantal terminals in Brabant met Moerdijk, die op dat punt dan zeg maar ook een soort tussenschakel verzorgt. Als schakel tussen Mainport Rotterdam en het achterland vervult Moerdijk een belangrijke rol op het Europese logistieke toneel. De kerntaken van het havenschap is, zoals gememoreerd, is eigenlijk het exploiteren en beheren van een 2600 hectare groot industrieterrein plus zeehaven. En wij beheren dit terrein en onderhouden dit. Dat doen we overigens niet alleen. Daar hebben we een parkmanagementorganisatie voor opgericht. En die zorgen dat hier de wegen er tiptop uitzien, dat de haven op diepte wordt gehouden en alles wat daarbij hoort. Sterke punten van Moerdijk is met name vooral de ligging, direct gelegen aan diep vaarwater. Dat je dus verschillende verkeersmodaliteiten hebt waarbij je dus de bereikbaarheid optimaal kan benutten. Het terrein is in verschillende deelparken georganiseerd. Dat heeft alles te maken met de soort van bedrijvigheid die daar is geaccommodeerd en nog te accommoderen is. Wij denken dat met die segmentering van die bedrijven, dan kan het gaan om logistiek, het kan gaan om chemie, het kan gaan om staal onder andere, waarbij we denken dat bedrijven onderling samen meer met elkaar kunnen gemeen hebben en samen dingen kunnen delen. Nou, wij proberen dat te organiseren, te faciliteren. En op die manier kunnen wij dus kijken van met welke bedrijven kun je nou bepaalde synergie bereiken, waardoor je ook die duurzaamheid handen en voeten kan geven. En daar ligt juist de rol van het havenschap om op basis daarvan het accommoderen van die bedrijven op een goede manier te doen, maar daarnaast ook de synergiekansen die het kan hebben. Uw afval, mijn grondstof, en dan praat je over stoom. Het kan zijn over warm water, het kan om andere reststromen gaan die wij dan met het ene en het andere bedrijf kunnen verbinden. En dat levert voor een bedrijf ook altijd of meestal een incentive op om eventueel naar Moerdijk te komen. Veel grote internationaal opererende transporteurs maken gebruik van de havens. Bij de firma De Rooij hebben we in principe twee transporttakken.
in het transporttak is het high and heavy, het vervoer van trucks en tractoren en een klein deel graafmachines. Dat is 80% van onze business. Daarnaast hebben we het opslag, distributie van witgoed. Dat is gevestigd in Roosendaal. En daarnaast hebben we nog een kleine tak, het research and development, dus het maken en het creëren van ons wagenpark. Op internationaal vervoer doen wij al vrij veel in België. Het is een beetje onopvallend, omdat er zijn heel veel leveringen aan de haven of van de haven naar de klanten. Maar met name voor het witgoed gebeuren, de distributie van koelkasten, van magnetrons. Dat is een tak die in België nog zeer zeker uitgebreid kan worden. We zijn daar zeker actief, maar dat kan alleen nog maar groeien, denk ik. Logistiek is al lang niet meer enkel transport. Het overnemen van de gehele processen komt steeds vaker voor. Wij zijn warehouse operators van automatische warehousing, waarbij onze nadruk ligt op warehousing in food en geconditioneerde warehouses, waarbij automatisering een heel belangrijke rol speelt. We zijn de operator van logistieke processen voor de klant. Ontwikkelen we zelf en managen we zelf. Uiteraard is onze dienstverlening naar de klant een servicecontract voor het warehouse wat we runnen. Dus pallets in, pallets uit, pallets order picking. Onze missie is dat we daarin de meest reliable partner willen zijn voor onze klanten. Dat de klant ook weet dat wij hem wereldwijd kunnen volgen. 80% van onze business is frozen, dus diep gevroren. Op het moment dat die al geproduceerd wordt op de productiefaciliteit van onze klant. En op dat moment nemen wij de verantwoordelijkheid al over voor de pallets. Automatisch laadsysteem op de productielocaties. Automatische shuttles die dan naar het warehouse rijden, in dit geval Berg op Zoom. Automatisch lossen. In 2,5 minuut gaat heel de vracht gelost worden zonder dat er eenmaal aan te pas komt. Hij wordt ingeslagen via conveyortechniek en kranen naar een locatie in het warehouse, volledig bepaald door de software, zonder dat daar manuele invloed op is of manuele handelingen bij komen kijken. Wordt de pallet uitgeslagen naar uitslagconveyorbanen en dan de laatste stap van het laden in de vrachtwagen voor einddistributie in Europa, Midden-Oosten. Dat gebeurt nog manueel, maar dat is ook de eerste en de enige keer dat er manueel iemand aan de goederen te pas komt. De kansen voor ons in België zitten met name in de retail. We zouden heel graag een retail project willen doen waarbij heel veel orderpicking komt kijken voor klanten als Delhaize, Colruyt, Carrefour, de grote retailers in België. De toekomst van Nederland als logistieke hotspot is afhankelijk van het vermogen om te innoveren. De overheid investeert hier dan ook in. Wij zijn op pad gestuurd met de opdracht om de regiefunctie in Nederland over logistiek en supply chains te versterken. En als ik dan even kijk, wat stelt de BV Nederland als geheel op dit moment voor? In de logistiek en transportactiviteiten verdienen wij grofweg 39 miljard met logistieke uitvoeringsactiviteiten. 3 miljard verdienen we met het orchestreren, het aansturen, het coördineren, etc. De marges op die 3 miljard zijn gemiddeld genomen gezonder dan op die 39 miljard. Dus wij zetten in op het versterken van die 3 miljard. We hebben een geografische ligging ten opzichte van Europa en de rest van de wereld die uitstekend is. We hebben prima achterlandverbindingen, of dat nou is naar het zuiden via België of naar het oosten via Duitsland. We hebben een hoog kennisniveau. Dus we hebben alle kaarten in handen om een logistieke wereldspeler te zijn. Maar dat is niet genoeg om ook een logistieke wereldspeler te blijven. Als je voorop wil blijven lopen, dan zul je dus moeten innoveren. Goederen stromen over de aardbol, dat vergt gewoon het aaneenschakelen en het samenwerken van allerlei partijen op welke fysieke of virtuele plek in de keten dan ook. Dat laat onverlet dat wij willen graag Nederland regieland zijn, liever dan dat het België regieland wordt en wij worden door België geregisseerd. Dus daar zit natuurlijk een zekere spanning. Maar aan de andere kant, als jij op mondiale schaal iets wil voorstellen, dan is Nederland simpelweg gewoon te klein. Dus dan kun je veel beter kijken naar de grotere regio Noordwest-Europa. Dat moet je als één geheel gaan zien ten opzichte van de aardbol. Tot zover deze aflevering van NV Nederland. Voor meer informatie en langere versies van alle reportages en interviews kunt u kijken op nvnl.tv. In de volgende uitzending van NV Nederland onderzoeken we een veelgehoorde term: Dutch Design. Nederlandse architecten en ontwerpers worden wereldwijd steeds meer erkend. Maar wat is nu daadwerkelijk de economische waarde van Dutch Design?